woonden bij ons in de buurt. We kenden hem als ome Sjoerd. Een schilder, maar dat wisten wij niet toen. Want hij schetste jochies in de straat en mensjes met een triest gelaat. En voor zijn potlood was er veel te doen. Hij raakte weinig doeken kwijt. Men vond het zonde van zijn tijd. Maar dat zal ome Sjoerd een zorg zijn. Hij zei, ik schilder werkelijkheid. De mensen in hun bezigheid. En kinderen die spelen op het plein. En hij schildert mensen op de markt en in de straat. Hij schildert kinderen op de hoek waar de molen staat. En hij schildert ongestoord bij het fabriekje aan de poort. Al die mensen op de markt en in de straat. Ome Sjoerd in armoe zat, verscheen er iemand uit de stad, die wel wat in zijn schilderijen zag. Hij zei dat zo'n gewone man toch zo geweldig schilderen kan, en dat een grote toekomst voor hem lag. En hij schildert mensen op de markt en in de straat. Schildert kinderen op de hoek waar de molen staat. En hij schildert ongestoord bij het fabriekje aan de poort. Al die mensen op de markt en in de straat. Zijn doeken ziet nu iedereen, naast Rubens, Rembrandt en Jan Steen. En ieder wordt tot in zijn ziel geraakt. Maar deze grijze oude man, die vorig jaar zijn afscheid nam, heeft nooit die roem en glorie meegemaakt. En hij schildert mensen op